naam is Ronald en ik ben een speciale tovenaar. Maar ik ben anders. Anders dan de rest. Ik kan namelijk niet toveren met een toverstaf. Nee, ik kan magische dingen met editing. En dat doe ik allemaal met de Gigabyte Aero Laptop for Creators. The kids are back! The kids are back! Harry, wakker worden! Kijk wat ik heb gemaakt! Een natuurgebied met de NVIDIA Studio Canvas app! Well, can you play? Hey, in deze laptop zit een i7. Who's there? Hallo? Yo Hagrid, wist je dat deze laptop een GeForce RTX 3060 heeft? Zodat je laptop veel meer aan kan tijdens school, werk en voor creatieve dingen? Ik zei het toch, Harry! Deze laptop heeft een topkleurweergave grafische prestaties! Alles! What did he say, dear? Kun je vragen aan hem of hij kan vertellen waar je de laptop kan halen? Can you tell me? Staat het in de beschrijving? Pijn! Ik heb pijn in mijn hart, Freddy! Ik heb pijn! Kijk me aan als met... Oh, je kijkt me al aan. Nou, daar zijn we dan, Freddy. We zijn er dan eindelijk. We zijn onder de pizzaplex beland. Daar gaan we ook wel proberen om Five Nights at Freddy's Security Breach uit te spelen. Zo veel pijn! En ik vond trouwens een multiplayer game van Five Nights at Freddy's Security Breach. Willen jullie die ook druk op het duimpje omhoog, abonneer? En laat alsjeblieft een lieve reactie achter. Oh my god, waar zijn wij beland? Dit ziet er echt angstaanjagend uit. Waar zijn we? Freddy, ik snap dat je niet mee wilt, maar laat me niet in de steek. Ik ben al zo verdrietig. Hé, eindelijk kom je, jongen. Oké, als jij hier... Nee, ik wil niet altijd in je. Ja, dit is iets te dichtbij, Freddy. Ietsje. Ik zag trouwens hier verschillende soorten generators. Hallo, grote Freddy. Ja, dit is ook wel angstenjagend. Freddy, kom eens. Kom eens, ja, kom. Pss. Kijk eens even hier, dit ben jij. Dit is jouw koppie, joh. Wat vind je hiervan? Ik zag hier dus een aantal generators. Als we die eentjes allemaal gaan overhalen, hoeveel moeten we eigenlijk overhalen? Oké, hier is nummertje 2. Oh nee, we hebben weer zoiets. Oh god, doe me alsjeblieft niks aan. Als ik één robot haat in Five Nights at Freddy's, is het dit ding? Freddy, zie hier de volgende generator. Laten we die ook eens overhalen. Kaboom! Nummertje 3, ik ben zo'n goede game. Hallo? Wat doe jij hier nou weer dan? Hallo? Hallo, wat ben jij? Ah! Oké, we halen deze generators ook wel even over. Nummertje 5 wordt dit alweer. Loop eventjes langzaam langs je. Ik zweer het, als jij me wat aandoet, hè, ik maak je af. Ja, loop maar door, vriend. Oké, volg de generator. Wacht, oh my god, kap daar even mee. Freddy's Fazbear Pizza Place. Dit lijkt heel erg op de allereerste game, maar waarom is dit ondergronds? Hoe is dit hier beland? Moeten we hier wat mee doen? Nee, het lijkt erop... Oh, de deur is geopend. Goeie gamer. Nee, ik hoef niet in je. Ik wil gewoon dat je heet het bij me bent. Kom, volg me. Volg me. Oh, hier is weer een generator. Laten we die ook even over. Zijn die cadeautjes? Freddy, ik ga toch wel eventjes in je, oké? Eindelijk. Ik geef je een satisfying moment. Ik plezier je. Ik plezier je op een erotische manier. Oké, hallo. Oké, dit is wel heel erg leuk. Volgens mij is dit oprecht van de allereerste game. Dit is zo dope. Volgens mij moet dan hier Foxy zijn, hè? Waar is Foxy eigenlijk? Oh, mijn batterij is bijna leeg. Oké, dat vind ik weer helemaal niks. Maar hier is wel de volgende generator. Dan is dit nummertje, weet ik niet. Hé, ik zie hier een oplader. Kunnen we hier even in, Freddy? Laten we onszelf eventjes opladen. Wij moeten dit doen. Oké, kunnen we hier de deuren openen? Het lijkt erop van niet. Misschien met Freddy. Freddy, zeg alsjeblieft dat we ergens heen kunnen. Als je me naait, hè, Freddy, hè? Ik kreeg heel veel reacties namelijk dat ik bij het einde was. Ja, maar dat kan ik niet ruiken. Ik heb toch geen flauw idee wat dit voor game allemaal is. Oeh. Hallo? Moeten we hier naar beneden? Waarom is de batterij van Freddy nu alweer bijna leeg? Het slaat zo nergens op. Freddy? Ik... Oh. She brought me here. Oh. I found myself for the first time when I cleared the path. Oh. I did not want to. But I had no choice. Oh. Now I have a choice. I have changed. Ben je veranderd, jongen? My friends are here. Zijn je vrienden hier? They are so angry. Zijn ze boos? Ik ben ook boos. But I can protect you. Dat vind ik... I am not me. Oké, goed om te weten.
Goed om te weten, maar ik ga nu niet in je. Dus je kunt je buik alweer dichten. Maar ik zag dat we hier naar beneden konden. Hallo? Oh god, ik zit vast. Ik zit vast. Oké, laten we laag. Hallo? Wat hoor ik? Ik weet niet wat voor geluid ik hoor, maar ik hoor geheig. En mijn lamp gaat bijna leeg. Nee, niet leeg gaan, bro. Hallo? Wat is dit nou weer dan? Het leeg. Ik wil eigenlijk zo wel even gluren. Oké, we springen hier. Oh. Oh, nee. Ah! Wat de hel was dit nou weer dan? Oh. Ah! Was dat net toch eentje van Sister Location? Als ik het goed heb tenminste. Ik ben niet echt heel erg verdiept in de lore. In de spannende lore van dit spel. Oh god. Of moeten we dit trouwens wel met Freddy doen hier naar beneden als ik weer afga? Oké, we springen naar... Oh! Oké, maar dit is wel oprecht heel erg creepy, hoor. Oh, jij bent lelijk. Oh, jij bent lelijk. Oké, laten we hier maar weggaan. Waarom word ik eruit gegooid? Oh god, we vallen naar beneden. Oh god, we zijn nog in storyline. Ik ben te snel gegaan. Oké, Freddy, ik weet dat jij niet... Oh god, wat gebeurt er? Wat is dit? Oh god, is dat Sliptrap? Dit is voor mij inderdaad Sliptrap. Oh god, ik weet nog zijn minigame. Dat je het licht aan en uit moest doen. Oh god. Hij ziet mij. Hij ziet Freddy. Oh god, wat gebeurt er? Ik heb zoveel vragen. Gooi je me er nou uit? Gooi je me er nou uit? Oh. Oké, ik stop je. Wat moet ik doen? Are you okay? Gaat alles goed met je, bro? Trying to take control of me. I do not think I can fight it for long. Nee, kun je niet langer vechten, joh? What is that thing? Ik ga wel eventjes mijn zaklamp opladen, oké? Ik hoop niet dat ik weer dood ga, maar ik moet even mijn zaklampje opladen. En dat heb ik gedaan. Oké, sorry, Freddy. Ik druk op een knopje en... Hij zit in de brand! Brand! Stink, Sliptraps. Brand! Oké, en nu? Hey, Fanny konijntje, hallo. En nu, bro? Nee, ik wil niet in je. Ik wil, ja, goed zo. Ik hoef niet continu in je te zitten. Wil je dat ik in je ga? Wat ben je aan het doen, jongen? Je bent gewoon alleen naar de televisie aan het... Wat ben je aan het doen, joh? Kan ik je weer in de fik zetten? Oh god, Roxy, wat de hel? Oké, waar moet ik verstoppen? Oké, ik ga in je, Freddy. Ik word er meteen uitgegooid. Hoe kan ik verstoppen? Oh, wacht, misschien kunnen we glitchen. Oh god, really? Hoe gaan we dit doen? Want Freddy wordt overgenomen. Misschien moeten we super snel zijn. Wat moet ik doen? Oké, ik druk. Ik druk op knopjes. Oh nee, Freddy wordt nog steeds meer op. Oké, ik weet niet wat ik heb gedaan. Oké, terug naar het bed. Nee, shit. Boom, boom, blam, piep. Wow, kun je gewoon een dialoog stoppen als je op hem schiet? Wat? Yo, ik ben pro-hacker, G. Ik ben pro-hacker. Oh, zo'n slimme hacker. Dun, 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 dun. We gaan weer eventjes in Freddy, want ik ga mezelf toch wel eventjes voor de zekerheid opladen. Kom, we gaan even opladen. Oh, ik kan dat niet gebruiken. Het is nu echt al super top. Je gooit me er meteen uit, lul. Oké, wacht. Hij wordt weer gehackt. Oké, hij staat weer in de fik. Oh my god, bro. Oké, misschien moeten we hier toch even blijven staan. Hallo, gaat alles goed? Hallo? Wil je jezelf bevredigen? Oké, laten we dat maar mooi niet doen. Oh, ik zie dat hij daarin gaat. Oké, goed om te weten. Ik heb gemist! En we gaan hier weer naartoe. Nee, shit, ik had ze bijna. Oh, ik haat je. Watch the fence? Hallo? Ik weet niet wat daarin zat, maar ik heb nu wat gedaan. Hallo? It's Chica. Waar is Chica? Chica!
Ik heb nu al op je geschoten. Oh, dan glitch je zo te zien naar voren. Oké, okay, doe de deur dicht. Doe de deur dicht. Hé, hey, Chica. Chica. Wordt weer gehackt. Oké, okay, waar moet ik nu naartoe? Zo te zien is hij hier weer bezig. Brand. Brand, jongen. Oké, okay, we zijn nu eindelijk een stukje verder gekomen. It's Roxy. What do we do? Oh, nee, niet weer, Roxy. Oké, okay, de deur doe ik dicht. Ik kan toch niet hiden? Maar je gooit me er continu uit. Dit slaat zo nergens op. Ik kan toch niks met je. Ik kan niks met je. What are you doing? Ik probeer mezelf te beschermen, Freddy. Shut up. Ik vind jou... Ja, ga je jezelf weer bevredigen? Ik hoor de hele tijd gelach in de achtergrond, maar ik weet niet wat dat is. Hey, Freddy. Hey. Oké, okay, waar moet ik heen? Helemaal rechts? Ah! Oh my god, laat me met rust, Roxy. Ik kan niks. Ik, wat ben jij irritant? Werden? Ik ga straks weer dood door jou. Wat haat ik. Ja, ga maar weer. Hey, hey, Freddy. Hey, alles goed, jongen. Ik hoor iemand lachen. Laat me met rust. Freddy, oh god. Je komt steeds dichterbij. Oh, nee. Freddy, wat moet ik doen, joh? Ga je het weer doen? Hey, Freddy, how you doing, bro? Oh my god, ik haat... Kap! Kap! Wido! Hey, hey, Freddy! Hey, sorry dat ik je beschoot. Waar wilde je heen rennen? Waarom ben je weer terug? Ik dacht dat ik vrij was, maar nee. Hey, balloonboy. Oké, okay, waar moet ik heen? De middelste. Oh, I did it! I did it! Holy shit! Oh! Oh! Thanks, Helpie de Beer. Dankjewel voor het vermoorden. Oh, we hebben het gewoon gehaald, jongens. We zijn ontsnapt. We hebben een Sliptrap vermoord, wat heel random was. Maar we hebben hem vermoord. Holy shit, wat was dit irritant. Holy shit, 2 sterren. Oh my god. Dit was toch de true ending, als ik het goed heb? Five Nights at Freddy's, created by Scott. Volgens mij hebben we dan nu de meeste endings gehad. Je hebt natuurlijk ook wel een ending dat je zo'n spelletje moet spelen, maar... I'm done with it. I'm done. Deze mensen zijn allemaal zo cool. Helemaal Rina Lam. Er is dus blijkbaar een mod voor Five Nights at Security Breach. Een soort van Dead by Daylight 2, als ik het goed heb. Dan kun je dit multiplayer doen. Dus willen jullie multiplayer? Druk op het duimpje omhoog. Abonneer, jongens. En nu gaan we wachten wat hierna komt. Oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Oh... Oh, ze zijn veilig buiten. Wat als Freddy leeg gaat? Waar moeten we hem opladen? Zoveel vragen. Waar moeten we je opladen, Freddy? Waar? Nou, dit was Five Nights at Freddy's Security Breach. Ik wil jullie allemaal super bedanken voor de support op deze serie. Echt super, maar ook super bedankt. Jullie zijn awesome. Bedankt voor het kijken.